Ja, ik heb ooit met scherpe wapens gevlogen. Dat was in de periode dat de Balkancrisis plaatsvond. Wij vlogen met Oranje boven de Adriatische Zee. Ook weer op zoek naar onderzeeboten van een van de voormalige Joegoslavische landen. Daar vlogen we rond met scherpe torpedo's. Op het moment dat je de gradatie krijgt, het is een echte onderzeeboot. Dan vraag je toestemming aan het hoofdkwartier of je daar wat mee kan doen. En die toestemming is gevraagd, maar uiteindelijk is er geen toestemming gegeven of was het niet nodig. Maar dat was wel het punt waarop we dat hadden kunnen doen. Ja. Dat is ook wel een vrij bizar moment hoor, in zo'n vliegtuig. Je weet dat je daarvoor bent opgeleid, dat je daarvoor ook in het vliegtuig zit en dat je daarvoor op dat moment op aarde bent. Maar tegelijkertijd gaat er ook wel iets door je heen van, het gaat toch niet echt gebeuren. Ja. Nou, als het vliegtuig dus wegging, en dat ligt aan wat voor missie natuurlijk, dan werden die zoneboeien erin gedaan. Dat zoneboeien dat zijn om een onderzeeboot op te sporen met geluid. Eventueel als er torpedo's mee gingen, dan werd het vliegtuig naar de loadingspot gereden. En daar werden dan eventueel torpedo's werden eronder gehangen door de vliegende bemanning. En dan was het vliegtuig klaar voor missie. Eerst de werkplaatsbunker en dan... Deze hier voor? Ja. En dan de twee andere zijn de bunkers voor opslag en... voor de doorrij munitiewagens. Echt een enorme deur. Ja. Dit is een zware... gevaardeur met een bord voor de gevarenklasse. Als je aan het werk bent, dan zet je hier een plakbord op. Ja. Wat voor gevarenklasse dat is. Dus bij die torpedo's 1.1, dan komt dat erop plakken. En dan weet je als de brandweer komt, dan is er aan de hand, dan weten ze dat daar... Wat er binnen is. Wat er binnen is, oké. Okay. Openmaken doen met de hendel die erbij zit. Hier is het slot natuurlijk en dan... Ja. Kijk. Gaat de kluis door? Nou ja, ja. De werkplaats dit. Ja. Oh, kijk. Nou ja, zeg. Gewoon nog een... Een kantoortje. Hey. Hier ligt gewoon een lijst met munitie, Marpat. Marpat is patrouille, toch? Ja. Hey. Het is gewoon een munitielijst, toch? Ja. Ik zie patroon 9 mm scherp. Ja. Gegevens voor munitie. En dan staat er de gevarenklasse hier, die zo. Klein kaliberwapens. 1.4G, gevarenklasse. De bewapeningswerkplaats die kreeg als het vliegtuig gereed gemaakt wordt een opdracht van welke spullen er mee moesten gaan, wat voor soort zoneboeien. En dan werd het erin gedaan en eventueel als er torpedo's of mee zouden moeten, werd die naar de loadingspot gebracht, vliegtuig. En dat deed de bemanning dan zelf het beladen van het vliegtuig. En er werd ook ieder jaar werd de bemanning daarop getest of ze dat wel goed konden doen. Omdat je weet dat ze niet echt zijn, is dat oefenen heel makkelijk. Totdat je weet van, hé, maar nu is het echt, nu zit er munitie in. Nu kan je echt zo'n onderzeeboot beschadigen. En waarvoor zit je op het puntje van je stoel? Voor dat gewetenstukje ook. Maar zeker ook, omdat je zeker wil weten dat er geen vriendschappelijke onderzeeboten in de buurt zijn. Want die kunnen natuurlijk ook heel erg, als ze dichtbij zitten, heel erg last krijgen van wat jij doet. En hier harpoenmissaal. Hier, die harpoens. Harpoen, dat zijn echt raketten. Raketten met vloeibare brandstof. Ja. Ja, en die hebben dus 163 kilo. Dat is aardig wat springstof. Echt, dat het er gewoon nog ligt, hè? Ja. En dat zijn ze gewoon vergeten weg te halen. Ja. Ja, je hebt dus drie soorten torpedo's. Je hebt dus een oefentorpedo, een exercitietorpedo en een oorlogstorpedo. Die oefentorpedo's werden gebruikt voor het beladen van de vliegtuigen. Dan kon de vliegende bemanning leren hoe ze het moesten beladen. En dan had je een exercitietorpedo, die werd er gebruikt echt op een onderzeeboot. Dus dat is ook gewoon de autofuel brandstof zat erin. En die ging dus gewoon tot bij de onderzeeër. En dan stopte die en dan werd hij daarna
opgevist. En dan heb je de oorlogstorpedo, die werd dus echt gebruikt om een doel te vernietigen. En die ging dus gewoon door tot bij de onderzeeër en dan ontplofte hij. Als we spreken over wapeninzet bijvoorbeeld, maar ook het droppen van zoneboeien, het lanceren van zoneboeien, dat was altijd een two-man rule, zeker met de wapens. Zowel in de cockpit zat een knop om een wapen te lanceren of een zoneboei, als bij mij. En dan zeg ik nu bij mij als ik op het tactische coördinator station zit. Dus alleen zou ik het nooit voor elkaar krijgen om een wapen te lanceren. En waar was dit nou precies voor, deze kraan? Deze kraan haalde je torpedo's uit de container en zette ze op de opbomwagen. Dan rolde je hem naar binnen tot boven de torpedo en dan taakte hij hem eruit. Ja, maar hij doet het niet meer. Nee, we hebben geen stroom hier, dat is wel jammer. Ja. Hier heb ik ook gewerkt ook. Ja. Met een aantal collega's. Ja. Want je moest altijd met z'n tweeën zijn in de bunkers, als dat gebeurde, dat er één kon bellen. Dat er wat los was. En dat bellen, waar stond de telefoon dan? De telefoon stond hier binnen en buiten had je ook telefoons aan de bunker zelf. Aan de buitenkant, oké. Okay, ja. Ja. Voor geval van nood. Ja. De exercitietorpedo's die werden aangevoerd vanuit Den Helder. Daar werden ze gereed gemaakt. In een container werden die hier naartoe gebracht. En die containers die werden op een vrachtwagen dan afgeladen bij de artillerie en dan naar de bunker toegebracht. En daar werden ze uit de container gehaald en dan werden ze gereed gemaakt voor het afwerpen. Dan werden er banden omheen gedaan om die torpedo's, zodat je ze kon ophangen in de vliegtuig. En werken met bewapening is niet gevaarlijk zolang je weet dat het gevaarlijk is. En dat je daar dus gewoon rekening mee houdt en dat je dus weet wat je doet. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Daarom moet je ook goed geoefend blijven in het omgang met munitie. Er is alleen één keer iets misgegaan met het vervoer van torpedo's naar Den Helder toe. En dat waren dan gelukkig de oefentorpedo's. En die waren van een vrachtwagen afgerold op het kruispunt naar Wassenaar toe. Nou, die lagen volgens mij op een pallet, omgekeerde pallet. En die waren gewoon niet goed vastgezet, denk ik. En er was een grote paniek, want iedereen dacht dat het echte torpedo's waren. En dat waren gewoon eigenlijk stalen buizen met een propellertje aan de achterkant. Als die wagen erin staat, waar laat je munitie dan? Die slaat je gewoon op de wagen, die is gereed. Staan de munitie. Ah, die wagen bleef erin staan? Ja. Ah, oké. Ik dacht dat die wagen moest worden afgeladen. Nee. Het blijft op die wagen? Ja, het blijft op die wagen, oké. De ene kant erin, de andere kant eruit. Ja. Kijk, hier ook weer zo'n platform. De munitiewagen staat hier beladen in. Ja. En dan kon je dus één kant korter, zet je die wagen erin s'avonds. Ja. En s'morgens kon je zo wegrijden. Even je ziet ook de hoek die hij kon maken om weg te draaien. Ja. En dan ging het daar naar het loadingplatform. Dus die munitiewagens kwamen hier aanrijden? Aanrijden met de gevraagde munitie. Ja. En het vliegtuig stond dan hier geparkeerd met zijn staart, zeg maar, het platform op. Ja. En eromheen dan heb je dan die bal, die de bescherming is voor als er een calamiteit voordoet. Een ontploffing of weet ik het wat. En dan reed je de munitiewagens naartoe. En dan konden ze beginnen met beladen van het vliegtuig. Ja. En dan haalden we de kar op en dan waren we klaar. Ja. Het vliegtuig werd beladen en dan konden we zo wegtaxiën. Ja. En het werd ook nog gebruikt voor motoren proefdraaien. Okay. Omdat het namelijk omwald was, heb je dus bijna geen geluid. Een soort grote geluidswal, zeg maar. Een geluidswal werd het dan gebruikt, ja. Ja. Zullen we eens dichterbij gaan kijken? Ja, dat is prima. Het is wel vreemd als je hier dan bent en... En dat is gewoon één grote grasveld met een moeras eronder. Dat is wel heel vreemd. En ook al die bomen eromheen. Ik ben hier 15 jaar niet geweest en het zijn bomen van 15 jaar oud. Ja. Nou, dat vind ik erg wel apart, ja. Want het was natuurlijk één grote betonplaat. Ja, één grote betonplaat was dat. Die bal was altijd heel kort geknipt vanwege brandgevaar. Ook die wal ziet er anders uit. Ook die wal ziet er anders uit. Ja, dat is niet zoals het hoort bij een loadingplatform. Ja. Het is wel heel veranderd, ja. Voor sommige onderzeeërs die te diep in de zee zaten, had je dus niks aan een torpedo of een dieptebom. En daardoor werd een atoombom gebruikt om die onderzeeër toch te kunnen vernietigen.
daar was die het atoomwapen wat wij zouden moeten gebruiken, was dat voor bestemd. Dus alleen om een onderzeeër te vernietigen en niet om landdoelen te bombarderen ofzo. Het Vrouwenvredeskamp was opgezet door een groep actieve vrouwen. Die gewoon de hele kernwapenwetloop is goed aan de kaak wilde stellen. Wij vonden dat heel die bewapening alleen door mannen werd geregeerd. En wij hadden als beeld, als wij vrouwen meer inspraak en meer macht hadden, dan zou de wereld er anders uitzien, laat ik het maar breed zeggen. Take the toys from the boys, ja. Hadden we ook zo'n spandoek, toch? Ja. Wij vrouwen zouden de wereld wel veranderen in vrede. En jullie hadden hier je vredeskamp? Ja, dat was hier, ja. Onherkenbaar. En daar was dus het eerste stuk waar onze tafels stonden. Hier Vrouwenvredeskamp. En dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje van er is hier Vrouwenvredeskamp. Dat was best bijzonder in die tijd. Ja. Die dreiging was dus een gevoel van binnenuit waar je niks tegen kon doen. Hè? Je had het gevoel dat je machteloos was er tegenover. Dat je niet wist hoe dat allemaal af zou lopen. En wat er achter de schermen natuurlijk door allerlei regeringen bekokstoofd werd. Wij wilden hier naartoe trekken als een statement toch van hier zijn we. Het was hier ergens en in die mist inderdaad. Ja, mist. En dan waren er een aantal vrouwen die begonnen meteen, wc blijkbaar het belangrijkste. Maar die begon meteen zo'n gat te graven. Ja. En anderen die zetten daar de tenten op. En het was echt, ik denk dat het 5:00 in de morgen was of ja. zo. Echt vroeg, ja. Echt in vroeg. Het donker. Ja. Ik denk dat dat hotel was, nou, dat daar het gebouw ja, stond. Ja, daar was het gebouw. En daarvoor was grasveld. Ja. Ja. Daar was het grasveld met jullie... Met onze spanboeken. Ja. Nou, even kijken, hier stond dan het gebouw. Ja. En dan ergens, weet ik veel, daar. Dan stond er, wat jij zei inderdaad, ja. alleen voor vrouwen. Ja. Ik denk dat we met een groep van misschien 15 vrouwen daarmee begonnen. Nou ja, we hebben natuurlijk spandoeken gemaakt en die hebben we opgehangen en langs hekken gemaakt. En vooral jij hebt er denk ik één gemaakt van toeter als je voor ons bent. Nou ja, er moest natuurlijk altijd getoeterd worden bij vrouwen, dus dat was wel een leuke natuurlijk. Er was ook nog enige discussie over mannen? Mannen en vrouwen. Irene, daar mocht geen man op het terrein komen. En voor mij mochten mannelijke journalisten wel komen. Die stond ik dan in een aparte tent met de andere oprichter, Gronnie. Stonden we dan die journalisten te woord. Ook al hadden ze geen rokje aan. En dan stond achter die bafel stonden jullie tentjes dan? Dat was dat deel van alleen voor vrouwen? Ja. Dus dat moet dan hier ergens zijn geweest? Hier zo, ja. Ik denk hier dus zo. Dus ik mag hier eigenlijk niet komen? Nee. Of je moet een rokje aan doen. Nee. De vliegtuigen die hadden dan kernwapens bij zich. Dachten wij. Alle kernbewapening de wereld uit. En het eerste uit Valkenburg. Het eerste uit Valkenburg. Ja, dat zei jij. We blijven hier zo lang staan totdat de kernwapens de wereld uit zijn. Nou, dat was natuurlijk ook wel een statement van jou. Ja. Maar, want dat hield niet lang stand. Maar daar gingen we wel van uit. De vrouwen aan de poort, Vrouwenvredeskamp. Hè? Dat ging vooral over protest tegen... de aanwezigheid van nucleaire wapens, heb ik begrepen. Zeker had ik daar begrip voor. Waarbij ik wel het idee heb dat zij hebben gedacht dat de nucleaire wapens op het vliegkamp lagen. Bij mijn wezen, ik heb ze hier nooit gezien, zijn die hier ook niet aanwezig geweest. Ik weet wel dat wij een missie hadden van dat je ingezet kan worden als het er echt op aan zou komen in die koude oorlog tussen Amerika... en Rusland, dat er sprake zou kunnen zijn van de inzet van een nucleair wapen. En daar werden wij ook wel voor getraind, zeker. Ja, maar niet hier. De atoomwapens zijn nooit in Nederland geweest, die lagen gewoon in Engeland.
ja, de dreiging van hier, dat hier een atoomwapen zou kunnen ontploffen, wat hier opgeslagen was, dat was er gewoon niet. Daar gingen allerlei meningen en verhalen in omloop. Dus wij hebben gewoon gedacht van we moeten daar iets doen, of ze nu wel of niet liggen. Oh ja, hier. Ja, aan dat hek. Ik denk, waar stond het hek dan? Kijk, daar is die tent van de pers. Oh ja. Wat van jou niet mocht. Ja, ja. Ja. Oh, dit ben ik. Ja. Ik vond het een leuke tijd ook. Ja, dat was zeker. Het was een hele goede tijd. Ja. We hebben allemaal goed gedaan met iedereen, hè? Met al die vrouwen. Dat vind ik wel. Nou, ik denk dat het grootste ding wat we bereikt hebben is toch uiteindelijk de aandacht. En ik denk dat dat wel goed gelukt is met alle andere demonstraties die er natuurlijk in de jaren 80 ook nog waren. Want wij waren natuurlijk niet de enige. We waren met een grote groep en we hebben toch iets neergezet. En we zijn tot aan die slagbomen gekomen. Nou, we hebben ons doel bereikt gewoon. Dat voel ik ook nog wel. Ja. Van toen. Zeg het was maar. Zinvol. Ja. Ja. Ja, het was heel simpel. En in het gebouw hierachter heb jij ook gewerkt? Heb ik ook gewerkt. Dat was dan de bewapeningswerkplaats B5. Met aan de achterkant daar zo de wapenkamer. Dat is met die tralies? Met die tralies, ja. En dan had je daar zo bij achter die deur, daar lag dan de oefenatoombom. De oefenatoombom? De oefenatoombom. En toen op een gegeven moment kwam er ook nog een reportage van de revue. Die kreeg een rondleiding door de werkplaats. En toen zegt een of andere sergeant, en die had tussen de middag behoorlijk een borrel gedronken, denk ik. En hier ligt ons atoomwapen. En dat heeft natuurlijk voor hem wel een staartje gehad toen de tijd. Want toen de tijd mocht dat helemaal niet bekendgemaakt worden, dat hier een oefenatoombom lag. Want iedereen had het vermoeden dat hier echte atoombommen waren. En die oefenatoombom lag achter die deur, achter die groene deur? Achter die groene deur aan de rechterkant lag die, ja. Kijk, ja. Ik heb nooit zelf een probleem gehad met de wapens die wij aan boord hadden. Ik wist waar ik voor werd opgeleid en ik vond ook dat dat mijn taak was. En als het moment daar was, dan zou ik dat inzetten. Ik weet dat dat een gevolg is, hè, doden. Van die mensen gaan dood in die onderzeeboot. Maar ik ben niet bezig om dat te bereiken. Ik ben bezig tegen dat systeem wat die lancering richting heeft. Die onderzeeboot moeten aan. Dus ja, daarmee kon ik zelf, was ik zeker bereid om op die knop te drukken. Als ik dat niet zou kunnen, zou ik niet moeten gaan vliegen. Je weet dat je bij Defensie werkt. Dat is de basis. Dus je weet wat je kunt verwachten, waar je mee te maken hebt. Dus ik ben daar niet 24 uur per dag mee bezig. Het is gewoon je werk. Dat ze de Orions verkochten, dat heb ik altijd als een grote militaire blunder beschouwd. Achteraf hebben ook hoge militairen, een minister van Defensie en een staatssecretaris later toegegeven, dat is waarschijnlijk wel toch een te snel besluit geweest. En natuurlijk zonde, want je hebt zo'n prachtig en heel goed uitgerust vliegveld. En de kisten die waren ook up-to-date. Dus het wapen op zich, ja, is onvoorstelbaar dat je dat weggenaar. Nederlanders waren daar zo goed in het onderschepten van onderzeeërs, dat, ja, dat gewoon de plank misgeslagen is wat dat betreft. In het begin, weet ik, heb ik het vliegkamp heel erg mee. Ik kon er zelfs niet eens langs rijden. Dat was, deed gewoon zeer. Ik kwam met de auto aanrijden. Ik werd bij de poort, bij de slagboom werd ik gestopt. En de slagboom stond neer en ik moest zeggen waarvoor ik kwam. En ik zei van, nou, ik kom voor de soldaat van Oranje. Oh, ja, nou, prima. Dan moet u daar en daar heen en dan moet u daar parkeren. En bij de soldaat van Oranje probeerde ik te parkeren net voor die hangar. Want dat was, daar had ik vroeger gewerkt. En dat mocht niet. Nou, ik ben nog boos ook. En mijn vrouw zegt tegen mij van, Erik, is er wat? En ik was een soort van schrok een beetje. En ik bleek gewoon witte knokkels om mijn stuurwiel te hebben. En ik was ontzettend boos op dat moment, omdat iemand mij vertelde aan de poort waar ik heen moest en dat ik daar moest parkeren en dat ik moest betalen voor het parkeren. Het was gebeterd, pardon. Het was mijn eigen vliegveld waar ik op ging parkeren en ik wist natuurlijk wel waar ik heen ging. Dat is heel, heel bijzonder dat je denkt van, ik eigen het me nog steeds toe, alsof het nog van ons is.
Maar ik moest toch ook op de landingsbaan parkeren. Dus, Het is een stuk van je leven geworden eigenlijk, het vliegveld. En als ze mij zouden vragen om wat ga je doen als je weer... Dan zou ik weer vliegtuigmaker worden en weer in dienst gaan tot het einde. Ik hoop dat de mensen zich blijven herinneren dat dit vliegveld een belangrijke rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. En in de latere fase, in mijn actieve periode vanaf de jaren 80, dat we hier een belangrijke schakel waren in de Koude Oorlog. Dat we met de Orion-vliegtuigen en de Brigette Atlantiek-vliegtuigen en de Neptunes toch deden waar we voor op aarde waren, namelijk het opsporen van Russische onderzeeboten die voor ons op dat moment een dreiging vormden voor de westerse wereld. Ik heb op een heleboel plaatsingen gezeten, op verschillende plaatsen en landen gewerkt voor de marine. Maar marinevliegkamp Valkenburg zit echt in mijn hart en is voor mij het leukst. Ik vind het heel belangrijk dat er zaken worden overgedragen. Dat is ook de reden dat ik dus betrokken ben bij het bezoekerscentrum. Dat wij in ieder geval de mensen kunnen informeren over gewoon het belang van de onderzeeboobestrijding in de Koude Oorlog. Maar ook zeer zeker de humanitaire hulp die wij dan konden brengen aan waar ook ter wereld. Al deze plekken die hebben een geschiedenis. En dat moet je gewoon koesteren en bewaren voor de toekomst. Ik ben de meest trots op de mensen. Ik ben trots op dat ik daar deel van uit heb mogen maken. Van zo'n geolied apparaat eigenlijk. Ja. Ja, daar ben ik trots op. Hier zijn doet ook nog wel een beetje pijn. Toch wel? Want uiteindelijk is je hart hier naar uitgegaan. En denk je, ah, jongens, kom op. Veel gaat er weg. Ja. Maar aan de andere kant, ik ben toch ook wel blij dat er nog heel veel is en blijft. Ja. En dat je die herinnering kan ophalen. Kijk, al die gebouwen die er zijn. De hangar die er is, de lean-to. Ja. Het is er allemaal nog. Ja. En hopelijk krijgt het een andere, nieuwe bestemming. Ja. En dan denk ik, oké, het heeft ergens wel nut voor. En dat er huizen komen op dat deel waar we vlogen, dan denk ik, we gaan het in heel veel gelukkig weer opnieuw gebruiken. Ja. En dat ze zeggen, de verkeerstoren blijft. Oké, gelukkig.